Vandaag zijn we te gast bij het Power College. En hier zijn de Color Kitchen en de beroepentuin aanwezig. En die geven de jonge mensen uit Utrecht nieuwe kansen om een vak te leren. We gaan eens even binnenkijken. Vandaag is de Color Kitchen en ook de beroepentuin aanwezig. Waarom komen ze naar jouw school? Ja, het is praktijkonderwijs. Dus leerlingen leren echt om in de praktijk aan de slag te gaan. En wij helpen ze natuurlijk ook met die ontdekkingstocht van wat vind ik leuk, wat past bij mij. En de Color Kitchen en de beroepentuin zijn twee hele verschillende bedrijven. Dus we vinden het leuk dat de leerlingen in aanraking komen met bedrijven in regio Utrecht. En ze gaan ook echt met praktische opdrachten aan de slag. Dus het is niet alleen maar horen over een bedrijf, maar vooral ook lekker doen. Wat is de beroepentuin voor een organisatie? Beroepentuin Nederland is een organisatie die mensen laat proeven aan techniek. Zoals installatiewerk, elektra, loodgieteren, zonnepanelen, hout, eventueel infra. Dus dat zijn eigenlijk in ieder geval de beroepen die wij in Overvecht geven. Wat zou je tegen overvechters willen zeggen die nu zonder werk zitten, zonder baan, in de UWV? Kunnen ze bij jullie aankloppen? Ja, ze kunnen bij ons, ze kunnen zich vrijwillig aanmelden om een beroep te leren. Wat heb je geleerd met elektra vandaag? Gewoon hoe ik ga een lamp doen voor een foto. Hoe je een lamp moet maken? Ja. En Lois, wat is de Color Kitchen? De Color Kitchen is een commercieel maatschappelijk bedrijf. En wij leiden mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt in de horeca. Het zijn mensen die vaak net even iets extra begeleiding nodig hebben om uit te vinden waar ben ik goed in, wat vind ik leuk om te doen, waar ben ik op mijn plek en waar kom ik eigenlijk helemaal te bloei. Ja. En wij geloven dat er eigenlijk voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Wat leer je nou specifiek hier zo met de bliksemstage bij de Color Kitchen? Hier leer je gewoon horeca. Dus hoe je moet in een restaurant, gastheer, gastvrouw, bediening, chef-koks, hoe je in een keuken moet staan en dat allemaal. Zou je later in een restaurant willen werken, als gastvrouw bijvoorbeeld, of in de bediening of in de keuken? Ja, bediening misschien wel, want ik vind het leuk om met klanten te gaan praten in een gesprekje in en zo. Ja, vind je dat leuk? Ja. Waarom? Omdat ik hou gewoon van mensen helpen, maar ook met hun even in een gesprekje, hoe het met hun gaat en hoe het eten is gegaan. Wat doet Jink? Jink werkt samen met het bedrijfsleven. Wij organiseren projecten op scholen om leerlingen eigenlijk in aanraking te laten komen met de arbeidsmarkt en ook vaardigheden op te laten doen, zoals bijvoorbeeld het oefenen van een sollicitatietraining. Wat voor soort leerlingen komen bij jullie? We hebben eigenlijk projecten voor allerlei soorten leerlingen, van eigenlijk beginnen al bij als ze 8 zijn tot en met 16 jaar. En het zijn vooral jongeren die we eigenlijk een extra steuntje in de rug willen bieden en even extra kansen willen aanreiken. Nou, we hebben project Bliksemstage, waarmee ze kort kennis maken met verschillende bedrijven en beroepen die er zijn. De sollicitatietraining, daar leren ze echt de kneepjes van het solliciteren. En we hebben bijvoorbeeld ook het project Carrièrecoach. En dat is een project voor de vierdejaars van het VMBO, waarin ze gecoacht worden door mensen uit het bedrijfsleven om zo te bepalen wat een goede volgende stap voor hen zou zijn. Wat doe jij hier, Colin? We zijn nu bezig voor bliksemstage hier. Dat is Color Kitchen. Waarom vind je dat leuk, koken? Ik kook thuis ook best vaak. Ja? Dus dan ook gewoon koken met mijn ouders, maakt niet uit wat. En ik doe het gewoon voor nu eigenlijk. Maar ik wil later niet iets met koken doen of zo. Toch niet? Nee. En wat voor bedrijf zou jij nou willen gaan werken, Ali? Ja, ik denk voor een schilder. Dus ik wil een schilder worden. Ik wil heel graag ontwerpster worden. Ontwerpster? Ja. Van voedsel? Nee, gewoon van kleding. Van kleding? Ja. Dus je wilt straks in de Amsterdam Fashion Week lopen? Ja.